Vanaf 1 december mag het niet meer. De verkoop van verse paddo's. En het gaat dan om hele speciale paddenstoelen die niet makkelijk zijn te herkennen. Het paddoverbod zorgt er tot nu toe voor verwarring. Burgemeesters die zeggen dat ze het niet kunnen handhaven, want het is ingewikkeld. En bovendien heeft de politie in bijvoorbeeld Amsterdam wel meer te doen. Maar tot ongenoegen van minister Ter Horst gaat haar collega Klink ervan uit dat de politie gewoon handhaaft. Ter Horst wil snel overleg over een oplossing. Daarin gesteund door haar eigen Partij van de Arbeid. Het klinkt heel makkelijk de politie moeten doen, zo van we gooien weer iets over de schutting naar de politie. Maar het probleem is juist dat de politie niet opgeleid is om te herkennen wat voor paddo's er zijn en of het verboden paddo's zijn. En de partij van minister Ter Horst reikt ook een oplossing aan. Er moeten speciale paddo-teams komen. Er is nu niemand die verstand heeft van paddo's. Dus niemand weet hoe je moet controleren en waar je op moet controleren. Nou ja, dat betekent dat we een wet hebben die is een lege huls, die we niet gaan handhaven. Ja, dat kan natuurlijk niet, want dan ben je als wetgever echt ongeloofwaardig. Ook de Belangenvereniging van Smart Shops zegt dat het probleem van nu alleen maar bewijst dat het paddoverbod niet goed doordacht is. Het zogenaamde paddoverbod is heel duidelijk een stukje gelegenheidswetgeving dat, het spijt me om te moeten zeggen, eigenlijk een beetje in elkaar is geflanst. Maar minister Klink en het Openbaar Ministerie zien dat anders. Het lokale gezag in de gemeente kan gewoon optreden. En het probleem van moeilijk te herkenbare paddo's ziet het Openbaar Ministerie ook niet. Want paddo's in een smartshop zijn meestal een foute boel en dus kan je ingrijpen. De VVD vindt dat ook en ziet niks in een speciale paddo-politie. Ik denk dat het een beetje flauwekul is. Natuurlijk zal dat in het begin even wat problemen geven. Maar dat had je ook met andere verdovende middelen. Met pilletjes, met ecstasy heeft het ook gespeeld. Wat is een aspirientje en wat is MDMA? Nou, dat zal hier in het begin ook even moeilijk zijn. Maar aldoende leert de politie wel. En als we daar een paar specialisten in de grote steden op zetten, dan kan het gauw verholpen zijn, het probleem. Voor minister Klink komt het probleem op een ongelukkig moment. Hij zit al met het rookverbod en daar komt nu het paddoverbod nog eens bij. En voor hem is het heel simpel. Er zijn afspraken gemaakt en die moeten gewoon gehandhaafd worden door de politie en het Openbaar Ministerie. Want het is tenslotte goed geregeld, zegt hij. En hij ergert zich eraan dat minister Ter Horst daar nu ineens weer overleg over wil, terwijl het paddoverbod al maanden in de maak was.